Via Cultura danst Extra Large. Eén hal, één foyer, één talkshow. 12 DJ's, Silent Disco. Biesbosch Hall, Maastraat 11, Dordrecht. 22 december, ben jij erbij? Haal je tickets aan 57 bij Boerenbondje of Chic de Frimo. Dress code, glitter and glamour in black and gold. De avond van je leven. Ja, Cultura danst Extra Large. In Via Cultura Live, over gewoon zijn wie je bent. Kun je in de Drechtsteden als homo hand in hand over straat? Voel je je veilig als lesbienne? En waar loop je tegenaan als vrouw wanneer je als jongen geboren bent? Presentatie en gespreksleiding, Daantje Vol. Goedenavond, we gaan het vanavond hebben over gewoon zijn wie je bent. Dat vind ik een heel belangrijk onderwerp, omdat ik denk dat heel veel mensen te weinig weten daarover. Dus ik heb heel veel ervaringsdeskundigen uitgenodigd. En daar ben ik heel erg blij mee en heel trots op dat ze hier willen zitten. Ik ga gewoon even een heel klein rondje doen. Ik heb naast mij Chris van Benschop. Chris van Benschop is wethouder voor onder andere inclusiviteit en diversiteit. Welkom. Ik heb Edward Esser, die is geboren in het verkeerde lichaam en zit sinds een maand is hij officieel klaar met zijn transitie naar het zijn van Ed. Dus ook heel erg welkom. Dan hebben we Nicole Wiekeraad. Zij is in het dagelijks leven zelfstandig logistiek coördinator en zet zich in sinds het voorjaar voor de Dordrecht Pride. We hebben Vincent van Loon, ook vrijwilliger bij de Pride en in het dagelijks leven docent op een MBO. VMBO, neem me niet kwalijk. Dan hebben we Dana de Korte, die is werkzaam bij Rebel Rebel, achter de bar en ook gewoon studenten. En zij zit is bezig met haar transitie van een man, van een jongen naar een vrouw. Dan hebben we nog, even kijken, heb ik iedereen? Nee, ik heb nog een hele mooie dame daar zitten, dat is Freddy. Zij gaat ook haar verhaal vertellen, heel bijzonder verhaal. En zij zit ook aan tafel. Zij is historicus in spe en een poëet. Dus zij gaat ook nog wat laten horen straks. En ik wil eigenlijk beginnen met de wethouder. Want die zit hier natuurlijk niet voor niks. We hebben in Dordrecht een heel mooi dossier. Een mooie portefeuille moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de portefeuille inclusiviteit en diversiteit. Ja. En wij hebben een voorgesprek gehad samen. En in dat voorgesprek had jij heel duidelijk aangegeven dat je het wilde hebben over emancipatie. Kan je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, dankjewel voor de uitnodiging ten eerste. Leuk dat ik hierbij aanwezig mag zijn en waardevol dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Ook om namens de gemeente aandacht te geven aan het thema gewoon zijn wie je bent. Want dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt. Dus ook een mooie titel gekozen. Waarom ik zei ik wil het graag hebben over emancipatie is omdat we heel vaak overgaan naar antidiscriminatie. En dat is een ongelooflijk belangrijk thema. Maar onder emancipatie verstaan we in ons beleid, dus wat we vanuit de gemeente doen, vooral hoe zorgen we ervoor dat alle voorwaarden zo gesteld zijn dat iedereen mee kan doen en gewoon zichzelf kan en mag zijn. Ja. Dus vandaar dat ik emancipatie heb aangedragen. Wordt vaak gekoppeld aan de emancipatie van de vrouw, hè, en vanuit een achtergestelde positie naar voren komen. Maar voor ons gaat het echt meer over wat kan de overheid doen, wat kan de samenleving zelf doen. Wat kunnen bedrijven doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daarmee de voorwaarden zo maken dat iedereen echt die vrijheid voelt en krijgt? En hoe zie je dat voor je? Heb je daar een beetje praktische voorbeelden van? Hoe je... We zijn punt 1 regenboogstad. Daar weet je alles van. Ja, ja, een van de regenboogsteden. Dus wij hebben een regenboogbeleid. Dat is echt gericht op de LHBTIQ+ community. Maar daarnaast hebben we een bredere agenda opgezet, de diversiteits- en inclusieagenda. Dus echt de inclusieve stad hebben we die genoemd. Waarbij we eigenlijk door middel van gesprekken met de stad, dus niet wat wij bedenken op het stadskantoor en met professionals, maar echt in de stad, in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen en andere mensen. Om te vragen, wat zie jij nou voor drempels waarom mensen niet zichzelf kunnen zijn? En dat gaat over LHBTI, maar dat gaat eigenlijk over de volle breedte. Ja. Daar is een agenda uitgekomen, die moet nog vastgesteld worden. Dus ik kan nog niet zeggen, hij ligt vast en zo gaan we het doen. Maar een van de belangrijke pijlers is wel echt ontmoeting.
Hoe zorg je ervoor dat mensen met elkaar in contact komen? Dat je wegblijft van dat wij-zij denken. Ja, dat er begrip komt voor elkaar. En dat je ook aanspreekbaar bent. Als je je dus niet fatsoenlijk gedraagt of een ander niet de vrijheid gunt om te kunnen zijn wie diegene is. Ja. Hoe ben je dan aanspreekbaar en waar spreken we elkaar op aan? Ja, dus dat proberen we heel erg te stimuleren. En daarnaast hebben we vanuit onze eigen organisatie dat we ook meer aandacht gaan krijgen voor inclusiviteit en diversiteit. Nou, hoe dan? Wat zeg je? Hoe dan binnen je eigen organisatie? Nou ja, dit is een heel klein voorbeeldje, maar wat ik nu wel concreet kan maken is dat wij in ons eigen personeelsbeleid, nu in de werving en selectie, in vacature teksten ook een kopje hebben wat gaat over diversiteit. Mm-hmm. Waarbij we, dat is het verschil per vacature natuurlijk hoe de tekst precies is, maar iets in de strekking van herken jij je in dit profiel? Dan nodigen we je uit, ongeacht je leeftijd, je achtergrond, je seksuele voorkeur, je seksuele identiteit, je genderidentiteit. Eigenlijk over de volle breedte, waarbij we dus heel expliciet uitspreken dat iedereen welkom is. Ja, mooi. Mensen gaan er vaak vanuit dat het wel vanzelfsprekend is. Zo van, als de tekst je aanspreekt, dan solliciteer je wel. Maar uit die gesprekken in de stad is ook gebleken dat je dat soms heel expliciet moet maken, dat iemand welkom is. Ja. Ja, want ik herinner me dat jij een mooi verhaal hebt gehouden bij de voorleesgebeuren. Jij bent ook ambassadeur voorlezen, volgens mij. Voorleesambassadeur, ja. Dank je, andersom. Ja. En toen heb je ook een presentatie gegeven en toen had jij een hele mooie uitspraak. Weet jij welke ik bedoel? Ik denk. Soms moet je iets exclusief maken om het inclusief te krijgen. Ja, en dat heeft mij heel erg getriggerd. Omdat ik dacht van je moet eigenlijk dus dingen groter maken voordat het normaal wordt. Dus is dat ook iets wat jullie herkennen? Dat je, ben je het daarmee eens of wil je daar iets op aanvullen? Ik persoonlijk niet. Nee? Nee, want ik vind zeg maar je uitspreken vind ik ontzettend belangrijk. Ja. Wie je bent, waar je vandaan komt, is gewoon belangrijk. Ja. Maar ik vind wel dat als je iets zeg maar dicht bij jezelf houdt en ook een beetje normaal houdt, dan wordt het voor mensen om je heen ook normaal. Dus dat is hoe ik er zelf achter ben gekomen, dat het voor mij heel makkelijk is om door het leven te gaan door niet te hard te schreeuwen altijd, maar ook gewoon een beetje in jezelf te blijven. En ja, gewoon deel het vooral met de mensen die ertoe doen. Ja. Want dat zijn uiteindelijk de mensen die ook met jou moeten dealen. En de mensen waar jij mee moet dealen. Maar niet iedereen hoeft te weten wie ik ben. En niet iedereen hoeft te weten wat ik ben. Nee. Dus ben ik helemaal met je eens hoor. Ja. Die uitspraak was ook meer gericht op de houding van de gemeente. Oh nee, maar dat ik vind het ook een hele mooie uitspraak. Ik vind maar niet voor de persoon. Nee, maar op persoonlijk niveau. Persoonlijk dan zeg niveau, jij van, hou het gewoon precies, bij jezelf. Ja, zeker. Ja, helder. Ja. Delen jullie dat of wil jij daar iets op? Ja? Nou, ik wil er eigenlijk ook iets over zeggen. Want op persoonlijk niveau kan ik me juist heel goed voorstellen dat je het klein wilt houden bij jezelf. Maar op maatschappelijk niveau vind ik juist dat het juist wat groter mag. Er mag juist wel aandacht komen voor de mensen die dat verdienen. Voor iedereen eigenlijk. Om te laten zien dat iedereen geaccepteerd moet worden zoals die is. Ja. Dat is wel heel belangrijk om een gelukkig leven ook te kunnen leiden. En dat is ook iets waar de Pride voor staat, waar Dordrecht Pride ook, ook voor staat. En ook een van de belangrijkste kernwaarden van een Pride. En daarom verdient de stad als Dordrecht ook zeker een eigen Pride, die wij ook elk jaar met trots organiseren. Juist om te laten zien dat we het met z'n allen doen en dat we er voor elkaar zijn. En ook dat het ook gevierd mag worden, dat het ook gezien mag worden. Het hoeft niet in een hokje weggestopt te worden, maar je mag ook gewoon een feest vieren op straat. Of juist met de bewoners, juist met de ondernemers van een stad. Om te laten zien dat je elkaar verbindt, in plaats van dat je van elkaar wegkijkt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, of soms begrijp je elkaar misschien ook niet. Mm-hmm. Maar je kunt elkaar wel in dienst of haar waarde laten. En gewoon ervoor zorgen dat iedereen een prettig leven heeft. Ja. En daarom vieren wij ook Pride en doen we dat met veel aandacht. Ook met evenementen zoals de Pride zelf. Maar ook bijvoorbeeld een karaokeavond in Rebel Rebel. Die we elke maand gaan organiseren. En andere bijeenkomsten. Dus bijvoorbeeld ook gesprekken over seksualiteit en genderdiversiteit. Een stukje voorlichting ook wel. En waar doen jullie dat?
Op verschillende plekken binnen de stad eigenlijk. Dat kan ook overal zijn. Die gesprekken die vinden ook al plaats. Er is al een... We hebben op dit moment nog niet direct iets gepland. Maar we staan eigenlijk overal open voor om aan mee te werken. Of om te kijken hoe we daar bij kunnen ondersteunen. Maar ook wat we zelf nog kunnen organiseren. Ik zie Vincent helemaal knikken. Wil jij nog iets aanvullen? Nou ja, we hebben bij afgelopen Pride hebben we ook... Is ook Renewed is bij ons aangesloten. Die hebben verschillende gespreksgroepen. Kan je uitleggen wat Renewed is? Renewed is jongerenwerk, maatschappelijk werk. En die zet zich in om... Onder andere jongeren een zetje te geven om het weer om goed in de vel te zitten. Ja. En die hebben onder andere gespreksgroepen voor trans mensen, maar ook voor mensen die uit de kast willen komen. En zij zetten zich echt in om die jongeren een veilige plek te geven. Ja. En daarom hebben wij ze ook, zijn wij ook met hen in gesprek gegaan, omdat we vinden dat die verschillende groepen in de stad in één club vertegenwoordigd moeten worden. En dat kan als we samenwerken met elkaar. Ja, precies. Ja, ik moet nu alweer afsluiten, zie ik, want we hebben een mooie break. Ik ga jullie even Soeta voorstellen. Soeta die werkt ook bij mij achter de bar, is gewoon een heel mooi mens. En zij kan ook heel mooi zingen. En voor deze gelegenheid is haar vader, Kees Elsman, haar begeleider. En dat is heel bijzonder, want dat doen ze eigenlijk nooit. Het liedje, dan moet ik even spieken. Waar heb ik dat? Kan je het ook? Ik ben het even kwijt. Oh ja. Waiting on the World to Change. Waiting on the World to Change van John Mayer. Maar dan op Soeta's stijl. They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep on waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. It's hard to beat the system when you're standing at a distance. So we keep waiting, waiting on the world to change. Now if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed the Christmas. No more ribbons on the door. And when you start your television, what you get is what you got. 'Cause when they own the information, you can bend it all they want. That's why we're waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting on the world to change. It's not that we don't care, we just know that the fight ain't fair. So we keep on waiting, waiting on the world to change. And we're still waiting, waiting on a world to change. We keep on waiting, waiting on a world to change. One day a generation is gonna rule the population. So we keep on waiting, waiting on a world to change. And now we keep on waiting, waiting on a world to change. Keep on waiting, waiting on a world to change. Waiting on a world to change. Waiting on the world to change. Ja, heerlijk. Ik vond het heel fijn om naar Soeta te luisteren. De aanleiding voor deze avond, of deze bijeenkomst zoals ik hem heb bedacht, komt eigenlijk omdat ik zelf heel erg geschrokken ben van een buurvrouw hier. Dus ik wilde dat eigenlijk even met jullie delen en dan kijken hoe jullie daarop willen reageren. Of je erop wil reageren, dat hoeft natuurlijk niet. Wij hadden, totdat ze eraf gewaaid zijn helaas, hadden we aan beide zijden een regenboogvlag hangen. En toen ben ik door een buurvrouw gebeld met de vraag of ik die weg wilde halen. Omdat zij vond dat het een transgendervlag was die voor mutilatie staat. Dus voor het beschadigen van je eigen lichaam. Daar ben ik heel erg van geschrokken. En ik ben ook heel erg over gaan nadenken, zeg maar. Dus ik werd in eerste instantie heel boos. Dus ik denk dat als ik het verhaal vertel, dat mensen er ook boos van worden. Maar
die mevrouw komt ook ergens vandaan. Dus ik vond het ook best wel heel heftig en heel dubbel. Uiteindelijk heeft ze gezegd, als je die vlag niet weghaalt, dan kom ik nooit meer bij je eten in jouw restaurant. En mijn vrienden ook niet. En toen heb ik gezegd, dat lijkt me dan een heel goed idee. Want dan denk ik dat je beter ergens anders kunt eten. Maar ik vond het wel heftig. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie reactie is daarop. Op dat verhaal. Daardoor had ik dus zoiets van, we moeten naar elkaars verhalen gaan luisteren. Roep maar wie. Ja, ik vind het wel heel mooi om daarop op in te haken, inderdaad. Ik werk op een Rotterdamse VMBO, VMBO voor sport en dans. Dus wij hebben topsporters van Feyenoord en we hebben dansers van Lucia Martas in huis. Dat zijn twee werelden die samenkomen. Ja. En wij wilden dit jaar ook aandacht besteden aan diversiteit. Juist omdat we leerlingen hebben die daar heel erg mee worstelen. En die het midden in de Rotterdamse dynamiek moeilijk vinden om daarmee open vooruit te komen. Of daarmee struggelen. En ook wij kregen reacties van ouders en van mensen buitenaf. Die vlag zou volgens sommigen staan voor castratie of weet ik veel wat. Dus dat zijn allemaal dingen die je naar binnen krijgt inderdaad, die je hoort. Ja, want je bent geworden in het verkeerde lichaam eigenlijk. Ja. En dan hoor je dat en dan denk ik, ja. Ik denk ook wel heel erg dat het een soort van een tendens is die al langer zichtbaar is in de samenleving. Ja? Door zeg maar onder andere social media en figuren als Thierry Baudet en zo. Dat gewoon een enorm podium krijgt. En dat er inderdaad zo'n wij-zijn-narratief wordt gecreëerd waarin de hele queer community ineens in een soort heel extreem kwaad daglicht wordt gezet. En ik vind het echt eng. Ik vind het oprecht heel eng. Ook dat ik regelmatig ook wel op straat word uitgescholden en dat soort dingen. Dat moeten mensen hier aan tafel ongetwijfeld herkennen. Het is mijn veiligheid ook, zeg maar. Het gaat veel verder dan, zeg maar, mezelf kunnen uiten zoals ik wil. Maar het gaat om een fysieke veiligheid. En dat is wel een realisatie die ik pas had toen ik in de tram werd achterna gezeten door een van de man. Dat ik dacht, oh, dat is wel ongezellig ineens. Zeg, ja. Understatement. Ja, en het is denk ik, in dat opzicht is het ook, het kan heel eenzaam zijn of zo. Ja. Ik weet niet of dat iemand hier dat herkent. Eenzaam. Maar wat ik ook heel erg herken is dat stukje van bijvoorbeeld castratie en zo, dat mensen dat zeggen. Want er zijn ook mensen in mijn kringen die zeggen van, waarom snij je in een gezond lichaam? Ja. Weet je wel? Als je geopereerd wordt, dan ben je ziek. Ja. En dat is de enige reden om geopereerd te worden. En ja, dat is voor mij niet zo, want het is iets mentaals, snap je? Het is, zeg maar, ik kan er ook niks aan doen dat mijn lichaam zo is en dat mijn geest zo is, weet je wel? Ja. Dus nu moet mijn lichaam matchen met hoe ik me voel en wie ik wil zijn. En de enige manier om dat te doen, ja, dat is misschien een beetje snijden in een gezond lichaam. Dat hoort er nou allemaal bij. Of het nemen van medicatie en hormonen. Ja. Ja, en dan zeggen mensen, dat is ook ongezond. Ja, jij hebt testosteron in je lijf. Terwijl, dat klopt niet, weet je wel. Ja, voor mij klopt dat wel. Dus, Ik denk dat je, wat je ziet, hè, met zo'n buurvrouw die dat zegt, waar ik kom uit een andere community, hè, dus ik kan absoluut niet vanuit eigen ervaring spreken. Dat deel ik. Precies. Maar ik weet wel dat ik altijd heb gevonden, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, er is wel iets veranderd, maar ik heb altijd gedacht, waar bemoei je je mee? Waarom voel je de noodzaak iets te vinden van hoe een ander zich voelt, hoe een ander zich gedraagt, als dat binnen de regels van de wet is? Ik bedoel, je moet geen criminele activiteiten gaan ontplooien, maar hè, als het gaat over iemands identiteit, waarom moet een ander daar iets van vinden? Ik denk dat dat ook heel lang een beetje de onderstroom is geweest, waardoor de overheid daar wat minder zich mee bezig hield, zeg maar. Hè? Want ja, dat is dan die persoonlijke vrijheid, dan moet jij maar doen wat jij wil. En dat was ook waar de uitspraak, je moet soms iets exclusief maken om het inclusief te krijgen, vandaan kwam. Dat wij in Dordrecht sinds deze periode pas echt een exclusief inclusiebeleid hebben. Dus waarbij we echt zeggen, we gaan specifieke doelgroepen ondersteunen in die emancipatie. We gaan iets doen tegen discriminatie. Ja. Omdat mensen vinden er iets van, dat is één ding. Hè? Dat je er iets van vindt, is één ding. Ja. Maar mensen voelen blijkbaar ook de noodzaak daar iets mee te doen. En dat komt vaak voort uit angst. Geen idee wat dat wij zijn. Geen idee wat er aan de andere kant gebeurt.
Soms zijn het gewoon echt hele vervelende mensen. Soms is het onwetendheid, gewoon niet begrijpen hoe iemand anders is dan jij. Ja. En dat is wel dus een van de redenen waarom we nu wel heel exclusief dat beleid hebben. Ja. Om dat in de samenleving te kunnen stimuleren. Want we kunnen het in ons eigen beleid doen, zoals we hebben gedaan met het personeelsbeleid. Maar dat verandert nog niets in de stad. Nee. En ik denk dat al deze verhalen die je hier hoort, vraagt iets van je mede-Nederlander. Vraagt iets van iemand die in dezelfde stad woont als jij, of in dezelfde trein zit als jij. En ja, de overheid kan daarin stimuleren. Soms zelfs iets strafbaar stellen. Maar de verandering moet daar plaatsvinden. Dus we moeten met elkaar echt dat gesprek blijven voeren om tot die verandering te komen. En mensen kunnen veranderen, of tenminste de verandering kan. Dat zie je in de loop der jaren. Dingen veranderen ook. Maar dit gaat mij net iets te langzaam. Ja, het is heel vaak zoals dat er geweest is. En dan moet je vooral niet anders zijn. Precies. En dat is iets wat gewoon soms wat moeizamer gaat dan de andere keer natuurlijk. Even kijken hoor, heb jij zelf ook in jouw omgeving wel eens verhalen meegekregen? Want jij zegt zelf net van ik kom uit een andere community, zeg maar. Dat herken ik, want ik heb ook in mijn omgeving, eigenlijk niet alleen in mijn werk dus. Mensen vanuit de LHBTI en zo, dat is mij allemaal wat later gekomen. Maar in mijn familie dus helemaal niet. Maar ja. Dat is voor mij ook heel herkenbaar. Ik kom zelf ook van buiten de community. Okay. En ik woon in een dorp wat zwaar gereformeerd is, zeg maar tegen de Bijbelbelt aan. Ja. Daar mag nog niet eens een regenboogvlag opgehangen worden, want dat vinden ze allemaal niet kunnen. Of ze vinden het zelfs niet matchen met hun geloof, zeg maar. Ja. En dat vind ik dat moeilijk te begrijpen, want ik zie dat anders. Maar dat ga je nooit kunnen veranderen, want mensen denken nou eenmaal op een bepaalde manier, omdat dat hun verteld is of aangeleerd is. Maar het is niet helemaal zo, hè? Je kunt wel naar elkaar toe komen natuurlijk. Je kunt elkaar wel meer begrip naar elkaar toe krijgen. Maar echt, de harde kern blijft dat lastig. En ik heb vroeger ook nooit iets geleerd. Maar dan bedoel je de kerk, denk ik. Uit de kast in de kerk. En dat is echt wel een verandering geweest. Ja. Waar vrijwel iedere kerk in Dordt bij aangesloten is. Niet allemaal, nee. Bijna. Vrijwel allemaal. Ja. Maar dat is wel een verandering geweest. Ja. Want het is natuurlijk inderdaad, als je het hebt over die gemeenschap, dat staat ver van hen af. Heel ver. Maar dat betekent niet dat daar ook in die gemeenschap niet mensen zijn die ook behoren tot de community van de queer community. Nee, zeker niet. En dat is wel iets waar ze, ik merk in ieder geval in het gesprek wat je met ze hebt, dat besef wel begint te komen. Ja. In verschillende gradaties, hè? Maar dat gesprek begint te komen. Ja, je merkt ook wel dat mensen, ook al zijn ze er van huis uit niet mee opgegroeid, dat ze er wel nieuwsgierig naar zijn. Dus ze willen wel weten, wat is het nou eigenlijk? Of waar gaat het eigenlijk over? Want ze hebben eigenlijk soms geen idee. Vanuit mijn school en zo, vroeger heb ik er nooit iets over geleerd. Over iets anders dan een mannetje en een vrouwtje. En je had eigenlijk geen idee dat er ook nog iets anders of iets ertussenin kon zijn. Of dat mensen zich ook anders kunnen voelen of anders kunnen zijn. En dat het ook gewoon allemaal normaal is, zeg maar. Ja, daar kan ik ook op aanvullen. Als je gaat kijken naar wat je aan leesboeken vroeger kreeg, dat hebben wij als voorleesambassadeur ook inderdaad meegekregen. Dan heb je eigenlijk alleen maar boeken die gaan over witte kinderen met geëikte manieren van vader, moeder en alles zoals het hoort te zijn. Maar daar is wel verandering, volgens mij. Alleen kan dat nog wel sneller, denk ik. Ja, ik vind het heel belangrijk om naar elkaars verhalen te luisteren. Dus ik vind bijvoorbeeld ook heel mooi dat er dan in Rotterdam zo'n organisatie was, dat er een travestiet gaat voorlezen aan kinderen, als voorbeeld. Dat vind ik fantastisch. En dan hoeft het niet alleen een travestiet te zijn, maar het mag ook iemand anders zijn. Het mag ook De andere kant daarvan is wel weer dat ze maar vanuit het antifascistisch blok werd opgeroepen om de tegendemonstranten, wat niet eens tegendemonstranten te noemen zijn, maar om hen een weerwoord te bieden, zeg maar. Ja. En dat is wel dat ik denk, als queer community zijn we al heel kwetsbaar. Ja. En toch moeten wij weer op de barricades om te zorgen dat kinderen daar gewoon een voorleesmiddag kunnen hebben. Dat is zo. Nee, ik zijn moet niet. Bazaal. Maar even wachten hoor. Het is nu jouw beurt om op te treden. Dat is helemaal goed. Ja, toch? Zeg maar. Half negen, geef niet. ik ben het gewoon met je eens. Ik ga mijn punt even afmaken. Doe maar even. Mag ook daar bij de microfoon? Oh nee, ik zit hier eigenlijk ook op prima. Ik
En ik denk dat in dat opzicht word ik soms een beetje moe van dat je zeg maar als queer persoon altijd een soort van heel erg in de spotlights wordt gedouwd met ga maar jezelf vertellen en zo. En dat ik denk dat het veel meer een soort van iets wat inderdaad bij de overheid en zo toegepast moet worden. En dat het niet super bijzonder wordt, zodat we niet meer een uitzondering zijn, maar gewoon... Ja. Daar mag gewoon onderdeel zijn van de massa, zeg maar. Daar moeten we naartoe. Ja. Nou, ik ga Freddy even aankondigen. Ja. Zij is een spoken word artiest. Blijf je hier zitten of wil je achter de microfoon staan? Ik weet niet wat mensen van de regie willen. Achter. Ja, oké, okay, dan ga ik nu. Okay, tof, gaan we allemaal naar je kijken. Ja, dankjewel. Hallo. Daar gaan we. Ik was voor het even oud als dat ik ben vandaag. En terwijl de vogels floten en de bladeren vielen, braken wij door midden. Ik had met je in de wachtkamer gezeten. Beleefd had je me toegeknikt, een mompelig goedemorgen. Het was mistig geweest die dag. Er werd soms over je gesproken als dat je was treurig. Treurig tussen haakjes, maar op een goede manier. Toen je naam werd omgeroepen en je opstond, verliet je omvangrijk vlees de overblijfselen van mijn zielen zijn. Thanks. Wow. Oké, we waren al in een heftig gesprek. Dankjewel. Ja, dat is mooi. Wil iemand daar iets op aanvullen nog? We hadden het net over de... Wat jij zei, we moeten het misschien juist niet te groot maken. Heb iemand hier iets aan willen? Nou, waar ik me wel eens zorgen maak, is dat het lijkt alsof we in de samenleving steeds minder naar elkaar luisteren. Ja. Dat we minder voor elkaar openstaan. En dat vind ik echt zorgelijk. Ja. Ook gewoon, we moeten het met elkaar doen. We zijn een samenleving. En dat de een iets anders doet, er anders uitziet dan jou, ja. Lekker belangrijk, ja. Ja. Dus dat is, en dat is ook iets wat je ziet. Nou, neem afgelopen verkiezingen. Toen tijdens het NOS op 3 debat. Dat Thierry Baudet tegen iemand die non-binair was. Zegt van. Ja, maar jij bestaat niet. En daar schrok ik echt heel erg van. Dat een politicus dat durft te zeggen. Tegen iemand die daar heel oprecht zit. Helemaal gespannen is. En dan zoiets zegt. Nou, ik schoot er bijna vol van. Ja. Ik denk dat het veel verder gaat ook dan dat hij zeg maar niet accepteert of niet weet wat het is. Want dat was volgens mij een beetje zijn strekking van het verhaal van ik weet niet wat non-binair is. Je hebt alleen maar man en vrouw, had ik gezegd. Ja. Terwijl ik denk dat hij donders goed weet wat er allemaal aan de hand is. Maar dat om zijn achterban zeg maar tevreden te stellen, dat er maar een soort van beetje olie op het vuur wordt gegooid met dat soort opmerkingen. Ja. En dat iemand zich dan maar weer moet gaan uitleggen. Terwijl wat diegene heel goed zei was, heb je Google, dat... Vond ik een iconische. Ja. Maar dat is wel, het zit denk ik nog veel dieper dan zomaar actie, reactie op de achtergrond. Ik denk dat het veel meer nog onder de oppervlakte zit, zeg maar. En dat dat daardoor heel erg doorsuddert. En dat we dan in één keer van die uitbarstingen krijgen dat nu de PVV 37 zetels heeft. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja. Maar daar gaan we geen uitspraak over doen, over politiek, hè? Toch? Nee, laten we dat niet doen. Nee. Je vroeg net aan mij, van, of tenminste aan ons, van heb je in je omgeving of in je ervaring... Ja, ik zat erover na te denken. En het enige voorbeeld wat me te binnen schiet, is dat ik toen ik 10 was ging verhuizen van de binnenstad naar de Oudelandse Hoek. En ik kwam naast wat buren te wonen. En een van de buren, of tenminste de buren, dat waren muzikanten. En ik vond het altijd heel leuk om daar naar te luisteren. Weet je, ik kan zelf niet zoveel, maar het is wel leuk om te horen. Ze speelde piano en orgel en weet ik wat. Dus ik kwam daar wel eens binnen. En ik hoorde later dus, dat waren 2 vrouwen. Was mij helemaal nooit opgevallen. Tenminste, was me wel opgevallen dat 2 vrouwen waren. Maar ja, daar was ik niet zo mee bezig. Ik hoorde later dat die dames dus aan mijn ouders... Ik weet niet of ze kijken, zou grappig zijn. Ik spreek ze nog steeds wel eens. Aan mijn ouders hebben gevraagd van ja, moeten wij dat uitleggen? Is het belangrijk dat we eerst dat gesprek voeren? En vinden jullie het goed dat ze dan bij ons binnenkomt en zo? En was ik al volwassen hoor, toen mijn ouders dat vertelden. En toen dacht ik, dat is eigenlijk tekenend van hoe mensen zich kunnen voelen. Ja. He, dat je je moet uitleggen, dat je altijd moet uitleggen dat je anders bent, maar dat je wel oké bent. En het verschil dan ten opzichte van mijn opvoeding, waarbij mijn ouders altijd tegen me zeiden, nou, en later ga je misschien wel trouwen met een jongen of een meisje, of probeer ik bij mijn eigen kinderen ook te doen. Dus hoe je dan heel erg het verschil ziet,
tussen hoe mensen heel vaak bejegend zijn waarschijnlijk. Ja. En daarom de noodzaak voelen. Of in ieder geval de vraag te stellen. Moet ik het uitleggen? Ja, vind eigenlijk je het al bij okay? voorbaat een soort van verontschuldigend. Van, sorry, bijna wel. Sorry dat ik... Bijna wel. Want een mannelijke buurvrouw en een mannelijke buurman en een vrouwelijke buurvrouw. Ja. Samen zouden dat nooit gevraagd hebben. Nee. Moeten we even uitleggen dat wij een stel zijn? Nee, ja, dat is gek. Mensen die queer zijn moeten zichzelf de hele tijd uitleggen. Ja. Maar iemand die hetero is, die hoeft zich eigenlijk nooit uit te leggen. Nee. Want dat wordt als normaal gezien. Maar waarom is iemand die queer is dan niet normaal? Nee, maar blijkbaar worden de mensen dus zo vaak zo aangesproken en bekeken. En dat zij dat gevoel kregen. Het is echt dagelijks ook. Als ik echt vanuit mijn eigen ervaring spreek. Gewoon mensen op straat die zeg maar aan me vragen wat ik ben. Of in het bijzijn van mijn vrienden. Aan mijn vrienden vragen hoe dat nou zit. Dat gebeurt best wel regelmatig. En ja, ik ben daar niet zo mega van onder de indruk inmiddels. Maar dat is wel... Maar daar ben je dan ook door gehard. Ja, ontzettend. En het is ook een soort van iets wat ik altijd meeneem, zeg maar. En waar mijn vrienden ook maar... Die worden daar ook maar gewoon mee geconfronteerd, weet je wel. Terwijl ook gewoon een avondje bier zitten drinken in de kroeg. Ja, het is allemaal niet zo heel bijzonder. Maar dat is wel de plek, zeker als mensen helemaal hebben gedronken... waar ze gewoon ontzettend ongepast vragen gaan stellen. Je altijd moeten uitleggen. Ja, en altijd maar van de hoed en de rand willen weten, terwijl we delen niks. Nee. En dan toch... Dus waarom zou jij je moeten verantwoorden? Ja, dat is heel vreemd. Ik was ook benieuwd naar jouw verhaal, van hoe ben jij bij de Pride terechtgekomen? Nou, ik zag eigenlijk een oproepje op internet voorbij komen dat ze vrijwilligers zochten. Okay. En het leek me gewoon echt heel erg leuk om me in te zetten voor de Pride. En waarom specifiek jij? Nou, omdat ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Want als dat niet zo is, dan kan dat soms heel erg pijn doen. En dat gun je eigenlijk niemand. En daarom vind ik het belangrijk dat er een evenement als Pride is, zodat iedereen gewoon kan zijn. Maar ook weet dat ze niet alleen zijn en dat er meer mensen zijn die ook die gevoelens hebben. En spreek je uit ervaring ook? Ervaring, of? Ik weet zelf wel hoe het is om niet geaccepteerd te worden zoals je bent. Niet per se omdat ik queer ben, want dat ben ik niet. Nee. Maar wel van omdat ik mezelf was altijd op school. Ik vond andere dingen leuk dan mijn klasgenoten. Okay. En dan ben je een pispaaltje, zeg maar, in de klas. En dan voel je dat je er niet bij mag horen of dat je er genegeerd wordt. En je weet eigenlijk niet eens waarom. Het hoeft niet eens iets geks te zijn of zo. Nee. Maar je merkte gewoon dat je buitengesloten werd. En dat is dat is een heel vervelend gevoel. En dus in die zin kan ik me daar wel mee identificeren, zeg maar. Ja. En het leek me gewoon verder ook een hele leuke ervaring om en wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt met Pride? De Pride zelf natuurlijk. Ja. Het evenement zelf. Het was een goed feest. Ja, het was een heel leuk feest. Echt heel awesome. Het was heel mooi geworden. Ja. Groter dan ooit, heb ik begrepen. Ja. Dus ik heb nog niet zoveel referenties om aan vast te houden. Maar ik vond het erg geslaagd ook. En ik heb zoveel leuke en bijzondere mensen ontmoet die dag. Dat maakt voor mij echt zo'n dag wel compleet. Ik vind het interessant om veel verschillende mensen te ontmoeten en te weten van... wat houdt hem bezig? En ze zijn vaak echt heel erg creatief. En zoveel leuke gesprekken gehad ook. Heel veel positiviteit ook gewoon die dag. Er is eigenlijk geen onvertogen woord gevallen. Geen rare vechtpartijen of rare dronken mensen of iets, zeg maar. Dus je voelde wel een soort zekere zin van harmonie ook. En dat maakt het ook wel heel mooi. Ja, inderdaad. Ja. Omdat Dordrecht Pride vrij compact is, zeg maar. Als je vergelijkt met andere Prides, zoals Amsterdam of Rotterdam, dat is natuurlijk enorm groot. Ja. En ook een heel ander kaliber. Maar dat maakt Dordrecht Pride juist weer uniek, dat het zo regiogebonden is. Dus echt mensen uit de regio, die komen er naartoe. En die vieren die dag dat iedereen er mag zijn. Dus ik vond het echt een ontzettend warm bad dit jaar. Ja. Ja. Echt ontzettend. Ja. Echt. Ja. Nou, is een compliment naar jullie toe. Ja, absoluut. Zeker. Het mooiste moment wat ik had op die dag... Ik liep een beetje als manesje van alles echt dwars door. Ik heb van alles gedaan. Ja. Van artiesten begeleiden tot aan dingen ophangen. En het mooiste moment was een beetje aan het einde van de dag. Toen kwam er een... ik heb hier op het Dalton gewerkt. Er kwam een leerling naar me toe. Die vanuit zijn achtergrond best wel moeite had met homoseksualiteit en zo. En die gewoon uit zichzelf kwam aanfietsen en gewoon echt op de roze markt was wezen kijken. Mm. En zei van, meneer, ik ben wezen kijken. Hij zegt, want ik wilde toch wel even zien waar u mee bezig bent. Mm. En ook gewoon zeggen van,
ja, hij zei het in zijn eigen woorden, maar het kwam neer op ik ben trots op u. En dat vond ik zo mooi dat dat, ja, het is een heel open evenement. Dus ja. Iedereen kan komen kijken, kan zien wat er gebeurt. En dat ik denk dat dat heel goed is. Ja, zeker. Nee, wat doet jou dan, als je dat doet? Zo? Ja, in jouw stad als wethouder? Ik vond echt de Pride dit jaar echt fantastisch. Ja. Ik vond het heel mooi om te zien dat de regio betrokken was. Dat was voorgaande jaren niet. Was het echt een Dordtse aangelegenheid in de kloostertuin. Het was nu heel prominent aanwezig in de stad ook. Zeker, ja. Het was echt in het centrum, Stadhuisplein, het grote feest. Het begon al op het Otto Diekeplein met een enorme groep mensen. Die hoop had ik, maar ik wist niet of het zou gebeuren. Waarbij ook bestuurders van andere gemeenten aanwezig waren. En daarmee ook hun steun uitspraken. Niet alleen voor de community, maar ook voor het zichtbaar maken van de community. En nee, ik vond het echt... ik ben heel trots op de organisatie. Ook op onze eigen organisatie, die daar ook wel aan bijgedragen heeft. En daar ook echt wel stappen heeft gemaakt. Wat hebben jullie van jouw organisatie? De gemeente. Wat heeft hij gedaan? Nou, ik denk dat we wel echt met recht kunnen zeggen dat de Pride veel meer prioriteit heeft gekregen. Ja. We hebben er als gemeente meer subsidie in gestoken. De banden zijn echt wel goed aangehaald. En we zijn ook weer in gesprek over de volgende Pride. Dus ik denk dat wel... Ja, voor ons is dat ook heel belangrijk dat een Pride ook echt gedragen wordt door de gemeente. Ja. En dat die ons ook steunt en achter ons staat. En we merkten ook dat heel veel ondernemers ook echt heel erg enthousiast waren over de Pride. En ook heel graag mee wilden werken. Zelf met speciale acties kwamen tijdens de Pride zelf. En zelfs speciale tours werden er georganiseerd. Wat voor acties werden er georganiseerd? Bijvoorbeeld een Pride Breakfast bij een Dordtse ondernemer. Leuk. En, mag namen noemen. Oh, bij Coffeelicious bijvoorbeeld. Ik wist niet of dat mocht. Dus ik heb Rebel ook al genoemd. Dus noem maar gewoon. Dan moeten we ook Ontdek Dordrecht noemen. Die de Roze Stadswandeling had georganiseerd. En die had echt een prachtige wandeling. En met goede details. En ja, het was echt prima geregeld, die wandeling. Ja, het was gewoon een fantastisch feest. Ja. Ik ben met mijn dochter geweest. Die is 10. Ja. En die heb ik meegenomen naar het feestje, het afsluitende feestje. En we waren van plan om 10:00 weg te gaan. Maar die ging niet weg. Dus die wilde niet weg. Dus we zijn echt tot het allereinde gebleven. Ja. En, het was mooi om te zien dat het ook... ook families kwamen, zeg maar, ook met kinderen. Maar dat kon dus ook. Ja, dat het ook de sfeer was zo goed. Ja. Dat, En je had echt het idee dat de Drechtsteden samenkwamen. Ja. Dat het echt dat het een beetje een eenheid werd met al die bestuurders erbij. Met mensen uit alle omliggende dorpen. Ja. Het was echt één groot feest. Ja. Dat is gek, hoor. Nou, jullie maken me een beetje jaloers. Ik was er niet bij. Komt volgend jaar. You missed out. We hebben altijd een podium extra nodig. Ja. Ik ben wel een paar keer naar Roze Maandagen en Pride geweest. Maar ik vond het dus normaal nooit zo prettig of zo. Maar misschien lag dat dan ook wel aan voorafgaande keren. En was het deze keer dus gewoon blijkbaar... Zoals ik hoor. Het kan alleen maar beter worden. Ik moet zeggen dat ik Dordt heel prettig... Ik vind Amsterdam zo altijd erg intens qua hoeveelheid mensen en toeristen en middelengebruik en alles. Ja. En dit was gewoon heel lokaal. Familievriendelijk. Ja, en er was bijvoorbeeld... Ik stond dan zelf bij de Biep. Daar was een podium. Daar hebben we eens per maand dichter bij Dordt. En dat was dus nu dan buiten. En dat was inderdaad super divers publiek, maar ook gewoon allemaal heel wholesome en zo. Ja. Het was echt een hele leuke dag. Het was echt, echt heel, heel cool. Ja, heel goed. Ja, dat is ook iets wat Dordrecht Pride ook echt speciaal maakt, zeg maar. Ja, precies. Ja, ik wou nog meer, zeg maar. Ja, nee, want ik ga even het volgende liedje aankondigen. Ja, je moet weer. Ik heb True Colors, staat hier op het papiertje. Dat is weer mijn shooter, mag ik zeggen. Een mooi liedje met de vader gaat spelen. Ja, het is juist zo tof. You with the sad eyes. Don't be discouraged, so I realize. It's hard to take courage, and in a world full of people, you can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why.
Ik wilde even ook nog een hele mooie dame introduceren. Die heb ik al een beetje geïntroduceerd. Maar dat is, ik zeg gewoon stiekem mijn Dana. Want die staat ook hier achter de bar. En zij heeft ook een eigen verhaal. En ik wilde vragen of zij dat wilde vertellen. Ja, zeker. Ja? Ik ben dus Dana. Ik ben ook in transitie. Ik weet nu ongeveer zo'n 4 jaar, iets meer volgens mij. Ja, 4 jaar dat ik transgender ben. En ik ben in de loop van 2020 en 2021 helemaal sociaal getransitioneerd. Dus, wat houdt dat in? Dus in principe dat ik gewoon me nu zo kleed zoals ik wil. Ja. Dat ik bij al mijn familie en vrienden en wie ik dan ook ontmoet, me gewoon zelf introduceer als Dana en als een vrouw. Zeker gewoon van mijn familie en vrienden heb ik echt heel veel steun ontvangen. En ook gewoon van de omgeving hier bijvoorbeeld vind ik ook echt heel erg fijn. Of ik me heel erg veilig geaccepteerd. Op je werk? Dus, ja, zeker. Dus dat is eigenlijk fijn heel erg. Alleen wel, waar ik dan tegenaan loop, is momenteel met name het medische gedeelte. Ja, want jij vertelde, toen op een gegeven moment, ik heb gewacht, want ik ga nooit dingen vragen, zeg maar, als baas. Dus ik heb gewacht dat jij wilde gaan vertellen. En toen begreep ik ook van jou dat je best wel een lastig traject hebt. Omdat, ik heb ook even een klein voorgesprekje gehad, ook nog met Ed. Hè. De transitie van de een naar de andere gender, die was voor corona een stuk eenvoudiger. Ja, nou, laten we zeggen 10 jaar geleden. Een stuk eenvoudiger. Tien jaar geleden sowieso was het een stuk eenvoudiger, want het was nog niet zo makkelijk om uit de kast te komen in het algemeen. Dus mensen deden dat ook niet, uit de kast komen. Dus daarom was de wachtrij, sorry dat ik moet zeggen, die was 2 maanden. Ja, dat dus, vind ik jaloers op. Ja. Nou ja, want jij vertelde mij van ik moet een paar maanden wachten of zo. En toen bleek dat dat veel langer werd. En dat was zo frustrerend. Ja, klopt. Want toen ik nog wel in de kast zat naar mijn ouders, maar bijvoorbeeld wel met mijn vrienden, met mijn partner en daarmee uit was, toen ging ik gewoon een beetje zoeken van, hoe lang moet je dan ongeveer wachten? En toen
Dan kwam ik op een nieuwsartikel en er stond dan een halfjaartje tot een jaar. Dus ik dacht, het is best lang, maar het komt wel goed. Dus toen ben ik uitgekomen naar mijn ouders. Een paar maanden later zijn we naar de huisarts gegaan. En toen kon ik daar een verwijzing krijgen voor het VU in Amsterdam. Mm-hmm. Waar je dan wordt geholpen met medische transitie, maar ook met bijvoorbeeld naamverandering en uiteindelijk eventuele operaties. Maar wat is dan de volgorde? Je begint eerst met? Je begint meestal eerst met hormonen. Ja. Je hebt dan eerst, ik ben er zelf nog niet aan de beurt, dus ik weet niet precies alle details. Maar het is meestal ongeveer een halfjaartje aan psychologische gesprekken. Daarbij wordt dan uiteindelijk de diagnose genderdysforie gesteld. En als je dat hebt, dan kan je, als je dat wil, naar het gemeentehuis om je legaal aan te passen. En dan ook vaak beginnen met hormoontransitie. Ja. Dus dan neem je hormonen en dan begint je lichaam eigenlijk de tweede puberteit. Dus het is gewoon een heel pittig traject. Want heel veel mensen denken van waarvoor zou je nou veranderen? Maar als je die keuze maakt, dan ga je dus gewoon eigenlijk door een gigantische... Het is geen keuze. Nee, het is geen keuze. Als het Sorry. Een keuze was, dan heel hadden goed. Wij er niet voor gekozen. Nee. Dus als je zo bent en je moet dus gaan veranderen, dan is dat gewoon, dankjewel. Het is echt geen keuze. Nee, dat is heel goed dat je dat zegt, ja. Dat is inderdaad zo'n woord wat je dan makkelijk gebruikt. Maar dat snap ik, want het is wel gewoon, het voelt wel alsof het een keuze is. Want je zegt wel van, oh, je gaat je lichaam door dit hele traject heen slepen om maar te zijn wie je wil zijn. Dus dan zeggen heel veel mensen vaak van, oh, het is een keuze, maar dat is het niet. Dat is het echt niet. Want, nee, je maakt de beslissing om ervoor te gaan. Ja, het is een beslissing en je besluit van, nou, ik ga dit pad afleggen omdat ik dan uiteindelijk kom waar ik wil zijn. Ja, precies. Maar nogmaals, als het een keuze was geweest, dan had ik er niet voor gekozen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. Want het lijkt me verschrikkelijk om zo'n lange weg te moeten gaan. Ja, inderdaad. Ja. In alle eerlijkheid, ik heb een hele fijne omgeving en ik voel me gewoon in het dagelijks leven heb ik meestal niet zoveel problemen. Eigenlijk, ik ontwijk heel veel problemen als ik eerlijk ben. Ik zit in de trein met mijn oortjes in. Ja. Wat mensen ook naar me roepen, ik hoor het niet. Ik ben één keer fysiek lastig gevallen en dat heb ik ook gewoon maar een beetje proberen van me af te laten glijden. Trok iemand aan mijn haar for no reason. Hmm. En begon dingen tegen mij te roepen. Maar goed, mijn voornaamste waar ik tegenaan heb, is dat ik heb het uitgerekend. Vanaf vandaag sta ik 990 dagen op de wachtlijst. 990 dagen? Dus dat, en sta je al op de wachtlijst? Of dat moet dat, je dat sta ik nu op de wachtlijst. Oh, man. En het ding is, het VU loopt ook echt helemaal vast. Ze zijn nu ook al, ik check elke maand waar ze nu zijn. Ze zijn nu al 5 maanden bezig met intakes uit augustus 2020. Die plannen dan in over 3 maanden. Dus dat betekent dat als je in augustus 2020 op de wachtlijst bent gaan staan, dat je dan je intakegesprek zou hebben in maart 2023. Wacht je dus 3 jaar en 7 maanden. Mm-hmm. Daarbij komt dan bij dat het dan nog steeds vaststaat in augustus 2020. Dus ik kan ervan uitgaan dat mijn VU-intake, als ik heel erg veel geluk heb, over een jaar zou zijn. Waarschijnlijk langer. Daarbij zijn er gelukkig wel heel veel andere organisaties die ook helpen met het aanbieden van genderzorg. Je hebt de Radboud in Nijmegen en het UMCG in Groningen. Mm-hmm. Maar daar is de wachtlijst eigenlijk vergelijkbaar. Heb je ook nog een paar andere private organisaties waarvan ik nu ook op eentje aan de wachtlijst staat, heb ik ook contact mee gehad. En maar dat kost dan weer veel meer geld. Dat klopt. Het is inderdaad wel een stukje prijs. Ik heb nu ook een restitutiepolis moeten aanvragen. En ik heb het geluk dat ik mijn ouders me volledig steunen. Die in de positie zijn dat ik dan gewoon bijvoorbeeld bij dat... waar ik nu sta ingeschreven, ET-zorg. Daar zou ik in theorie in aanstaande mei daar mijn intake kunnen hebben. Dus alsnog dan pas 3 jaar en 2 maanden nadat ik beslissing heb genomen om echt achter die genderzorg achter te gaan. Mm-hmm. Dus vind ik nog steeds best lang. Ja. Maar goed, er zijn heel veel mensen die natuurlijk... ik ken heel veel vrienden en vriendinnen van mij die echt totaal geen steun van hun ouders krijgen. Ik heb mensen die het huis zijn uitgeschet omdat ze uit de kast zijn gekomen als transgender. En ik ken ook gewoon genoeg mensen die bijvoorbeeld wel nog wat steun krijgen van hun ouders, maar niet. Die gewoon niet in de financiële positie zijn om daadwerkelijk gewoon te kunnen steunen met de flinke kosten die er zijn eigenlijk. Ja, heftig. Ik vond het heel heftig om te horen. En ja, voor jou vind ik het dus heel fijn dat het wel sneller kon allemaal. Ja, maar dat is dus ook het voordeel aan het VU. Want alles wordt vergoed en zeg maar medisch gezien wordt je... Goed je wordt begrepen. Zo goed, zeg maar, alles wordt zo goed geregistreerd. En het is zo fijn om te weten waar je staat in je traject. En of je het allemaal veilig doet. Want ik hoor de laatste tijd ook heel veel verhalen van jonge trans mensen die dan doodleuk maar even vertellen.
ik krijg mijn hormonen illegaal via Duitsland of Engeland of zo. En dat wordt allemaal niet gemonitord. En dat is echt, als ik dat dan hoor, dan denk ik echt, ah, schat. Ja. Dat is echt heel gevaarlijk. Ja. Maar op je eigen houtje gewoon maar een beetje hormonen inspuiten of opsmeren. Of ja, maar ik kan me dus wel voorstellen dat mensen die neiging krijgen. Ja, maar ik snap dat. Het is ook zeg maar een beetje bittersweet, want ik snap die neiging, maar het is niet goed voor jou uiteindelijk en ook niet goed voor je transitie. Maar wat doet het mentaal met je? Ja. Als je zo lang moet wachten en eigenlijk nog niet echt perspectief hebt van nou, hè, want dan heb je een intake. Ja, precies. Maar dan ben je er nog niet. Nee, precies. Dat is ook een beetje het ding inderdaad, perspectief. Want op het brief dat ik van mijn huisarts had gekregen, daar stond dat de wachtlijst 2 jaar was. Want dat was toen zo. Dus er stond er intake 20. Het was 2 jaar min 10 dagen. Dus dan was dat 20 maart in 2023. Dus dat is nu 9 maanden geleden. Dan had ik mijn intake moeten hebben. En dat was niet zo. En daar kan mijn huisarts ook helemaal niks aan doen. Maar dat is wel echt, inderdaad, het gebrek aan perspectief is ook wel echt een ding wat echt steekt eigenlijk. En inderdaad, wat net ook wordt gezegd over illegaal hormonen bestellen. Ik ken oprecht, ik spreek best veel andere transgender mensen, met name via social media, maar ook in het echt. En ik ken er, denk 5 die legaal aan hormonen zijn begonnen. En tenminste 20 die het gewoon hebben besteld, omdat 3 jaar wachten gewoon lang is. En zeker ook. Ik sta voor de rest best even in mijn schoenen. Maar goed, als je dan. Wat wel echt zwaar voor mij is geweest, is met name gewoon. Ik kom erachter toen ik. Nou, rond mijn 16e verjaardag. En ik heb nu alsnog gewoon. 5 jaar puberteit. 4 jaar puberteit gehad. Ja. En. Dat is wat mensen. Nee, precies. Nee. Ik ben nu een paar maanden bezig met stemtraining. En dat helpt voor mijn gevoel echt al heel erg. Maar goed, mijn stem, ik merk wel, als ik geen moeite doe in mijn stem, is die lager dan 5 jaar geleden. Ik moet wel echt elke dag scheren voordat ik het huis uit ga. Ik merk dat ik langer ben geworden. Ik merk dat ik breder ben geworden. Ja. Ik merk dat ik meer gewoon lichaamshaar heb. Dat, met name in de zomer sta ik echt elke dag urenlang te prutten met een scheermesje. Oh, en het is gewoon heel rot. En zeker ook voor trans mannen die dan de puberteit doormaken, is ook gewoon verschrikkelijk. Ja. Dat, zeker als je weet, dit wil ik niet. Alsnog door die wachtlijsten eigenlijk gewoon moet wachten. Ja. Totdat je dan een klein beetje het kan terugdraaien. Maar niet helemaal eigenlijk. Terwijl je zelf donders goed weet wat je wil. Ja. En ja. Het is natuurlijk niet alleen het, tenminste als ik je zo hoor, is niet alleen het wachten, het moeilijke mentaal, omdat je moet wachten. Ja. Maar dus ook gewoon biologisch dat de klok verder doorgaat. Terwijl je heel anders voelt. Dus je een soort in gevecht bent met je eigen ontwikkeling die je biologisch doormaakt. Ja, want je was 16 toen je het zeg maar er vooruit kon, toch? Nee, ik ben er pas echt op school ben ik pas uitgekomen rond mijn 18e verjaardag. Mm-hmm. Naar mijn ouders met oud en nieuw op 2022 had ik al beloofd dat ik het voor het nieuwe jaar zou doen. Mm. en dan. Dat ik echt zelf achter kwam was ongeveer rond mijn 16e verjaardag. Ja, maar moet je nagaan, dan zit je eigenlijk al midden in je puberteit. Ja, precies. Vooral, want jongens beginnen natuurlijk eerder met hun puberteit ook nog. Nee, dat is niet waar. Later was een leugen. Dat was een leugen, sorry. Dat was een leugen. Je zit dan wel al in je puberteit, als het goed is. En dat is gewoon rot, want die veranderingen blijven gewoon maar komen. Ja. En ja, precies. Ja, je hebt gewoon op dit moment helemaal niks om aan vast te klammen van, oh, nu gaat het stoppen of nu wordt het minder. Het is nog heel ongewis allemaal. Ja, precies. Ja. Ik moet het nu heel even stoppen. Ja. Ik wil heel graag straks ook doorpraten. En ik wil nog heel eventjes de gelegenheid geven aan Chris. Kijk me heel verschrikt aan. Waarvoor? Wil jij nog iets zeggen? Van wat vond jij van dit uur? Want jij moet ons zo verlaten. Ja, ik vind het heel jammer dat ik jullie moet verlaten. Ik vind het een heel waardevol gesprek eigenlijk. Ik ben blij dat je dit. Even een bedankje aan jou. Ik ben blij dat je dit als thema gekozen hebt. En dat je hier een hele uitzending over wil vullen. Dat je deze mooie mensen aan tafel zet om hun ervaringen te delen. En hun achtergronden en hun verhalen. En dus ook aan jullie heel hartelijk dank. Dat jullie hier aan tafel zijn komen zitten. En dat je je ook heel kwetsbaar opstelt. En misschien voelt dat van, dit is mijn verhaal. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel dankbaar gaan zijn. Dat je dit deelt en het bespreekbaar maakt. Zeker. Dus dat wil ik alleen maar graag ondersteunen. Dat blijf ik ook doen de komende periode. Ja, vanuit heel mijn rol. Dus vanuit ons dan ook blijven doen, alsjeblieft. Zeker. Ja, zeker. Heel fijn dat je er was. Ja,
En dat ze gewoon iets meer inzicht hebben in wat de gemeente hiermee doet. En hoe belangrijk het voor de gemeente is. Dus dank je wel. Ja, dank je. Oké. Wij moeten naar de... Oh, ik moet nog even... Oké. Wil iemand nog iets zeggen? Ik iets te snel met afronden. Ik had eigenlijk een dingetje. Het heeft ook met politiek te maken eigenlijk. Ik ben zelf heel erg met politiek bezig ook. Ik doe een politieke studie. Maar ik zag bijvoorbeeld dat in elk geval gemeente Arnhem... biedt de gemeente aan om de geslachtsverandering op papier te betalen. Ja, precies. Ja. En ik vroeg me af eigenlijk of jullie daar als gemeente ook een beetje mee bezig zijn. Of een goede vraag. Ja, mogelijkheid zou zijn. Vraag. Ik heb het zelf een beetje tussen de regeltjes door kunnen regelen. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn, ook in Dordrecht, die graag legaal een geslacht willen veranderen en een naam. En dat dat toch wel flinke prijzen aanhangt. Nou, dat is een van de dingen die we in ieder geval gaan voorstellen. Ik kan dat niet in mijn eentje zo beslissen. Dat moeten we voor. Dus dat is niet. Maar dat is wel een van de dingen die we ook hebben opgehaald uit die stadsgesprekken. Arnhem doet dat, Utrecht doet dat. Er zijn nog wat gemeenten die dat doen. En het is ook een symbolisch iets, hè? Want het kost iets. Maar het is natuurlijk ook een gebaar van wij willen graag dat je kunt zijn wie je bent. Dus ik neem het in ieder geval mee terug. Dat beloof ik. En ik koppel het ook terug. Dank je wel. Zelfs nog een resultaat behaald, dus dat is heel mooi. Dankjewel. Dankjewel voor je aanwezigheid. Jullie bedankt. Blijf zitten. En na het nieuws en de reclames komen wij weer terug. Dus tot straks.